De duel tussen Barendrecht en Jong Sparta stond eigenlijk op 6 maart al gepland. Maar ja, toen zaten we midden in de winter, zeg maar. Dus werd de wedstrijd afgelast. Eerste kans van de wedstrijd is voor de thuisploeg Danny Monster met een lekkere uithaal. Maar ook de redding van Michael Fabry, de doelman van Jong Sparta. Wat even later een hoekschop krijgt. En ja, dat leidt ook meteen tot de 1-0 voor de bezoekers. Dervis Joglu. Van dichtbij is het ook niet al te lastig natuurlijk. Krijgt de bal ook een beetje per toeval. Maar vindt daar vooral ook het gaatje. Jong Sparta dat vorige week met 6-0 maar liefst wist te winnen van Rijsburgse Boys. En dat sowieso ook in vorm is. 5 duels op rij gewonnen. Maar hetzelfde geldt ook voor Barendrecht dat 5 duels ongeslagen is. En kijk eens, dit is een geweldige gelijkmaker van Sanchez. Donny Navarras Sanchez die er zelf tussen zit. Dat had ook wel beter verdedigd kunnen worden natuurlijk. Maar dan moet je het ook maar eens even afmaken. En dat doet hij natuurlijk. Geen enkele kans voor de doelman van Jong Sparta 1-1. Dan gaan we naar de tweede helft met deze hoekschop voor Jong Sparta. En kijk eens, Atje vol tegen de lat. Daarna is de kans eigenlijk wel verkeken. Maar ja, de ploeg speelt gewoon makkelijk. Aan de lijn van Frank van Kempen. Nam Barendrecht weer ook vanuit een standaard situatie. Wordt hij teruggekopt. En dan is daar ineens weer die Sanchez. Weer met een prima goal natuurlijk. Kijk daar nog wat naar. Maar niet heel duidelijk waarom, want er is geen sprake van buitenspel. Raakt hem vooral weer fantastisch. Ook met dank aan Stolten die bal weer inbrengt. Weer een hoekschop dan van Jong Sparta. Wordt dat nu nog gevaarlijker? Kan haast niet natuurlijk op de lat. Dan moet het een doelpunt worden. Bal blijft in ieder geval lang hangen. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Nee, toch niet? Ja, hey, gelukkig voor Jong Sparta dan. Hij zit er alsnog in. Ja, en het is opnieuw ook Dervis Joglu met een doelpunt. 2-2 dus. Aantrekkelijk duel tussen deze twee teams. Aan de andere kant, zoveel verdedigers daar van Barendrecht, die hadden die bal daar toch ook weg moeten krijgen. Goed, is niet gebeurd. Dan zitten we in de 94ste minuut. Gaat er alsnog een winnaar komen? Nee, dat gebeurt niet. Schot van Danny Monster gaat er niet in. En zo is er een puntendeling tussen Barendrecht en Jong Sparta.